In Getest zullen wij Emma, Ziva, Jurre en Jamal wekelijks de bekendste seks- en drugsmythes testen. Hoe we dat doen? Door het zelf aan den lijve te ondervinden. Zijn de resultaten positief? Dan is het waar. Maar komt de mythe negatief uit de test? Dan is het gewoon een lulverhaal. En de mythe van deze week is... Je kan beter autorijden als je high bent. Hallo. Hi. Welkom bij Getest. We gaan het hebben over onder invloed rijden. De mythe van deze week is, je kan beter auto rijden als je high bent. Ja, want denk je dat dat kan? Ik heb wel eens auto gereden terwijl ik high was. Oh, ja. Absoluut verboden. Het is echt heel Waarom slecht. Heb je dat gedaan? Laten we het daar eens over hebben. Omdat ik naar huis moest komen. Ja. Stel dat je echt een piepklein babytje omver had gereden. Wat is een piepklein babytje überhaupt? Nou, ze bestaan. Is dat dit? Is dat een dat foetus? Past, is dat past een embryo? In je hand. Ja, maar echt, die baby's lopen niet babytjes? Langs de kant van de weg, Jurre. Oké, we dwalen af. Maar ik dacht dus wel... Ik kan naar huis rijden. Oké, maar is dit een ding? Want ik dacht echt toen ik deze mythe hoorde, waarom denken mensen dat dit kan überhaupt? Uit onderzoek is gebleken dat mensen die wiet roken en auto rijden, de kans klein schatten dat ze een ongeluk veroorzaken of staande worden gehouden door de politie. Ja. Ja, dus het is wel belangrijk dat we dit gaan testen, want die mensen die overschatten zich misschien wel. Maar niet voordat je hebt geliked en gesubscribed. Ik wilde toch? Het net zeggen, ja, wou je het echt net ja, zeggen? Ja, wat prachtig dat je me dan de woorden uit de mond neemt. Ja. Trouwens... Ja, hier ga ik nu even pittig over doen. Iedereen was aan het zeiken in die vorige video dat ik niet aan het inhaleren was. Nee, dat doe jij ook niet. Wel, nee. Ik heb echt 100 jaar gerookt. Ik weet echt wel hoe ik moet inhaleren. Ja. Maar toevallig zijn net de shots gebruikt waarin ik dan niet zo stevig inhaleer. Waarom trekken jullie mij ineens in twijfel? Nou, ik was echt op mijn kut getrapt. Je kunt beter autorijden als je high bent. Ik denk dat mensen gewoon heel graag willen geloven dat ze beter autorijden als ze high zijn. Omdat ze niet willen stoppen met blowen voordat ze gaan autorijden. Ik denk dat je als je high bent en als je iets onder invloed bent, ben je vaak wat minder bang en wat moediger. Waardoor je misschien wat sneller een risico neemt. Mijn reactievermogen wanneer ik high ben van wiet is wel heel traag. Ik vind het super dom als je onder invloed achter het stuur gaat kruipen. Ik denk dat de mythe niet waar is dat je beter kan autorijden als je high bent. Ik denk niet dat de mythe waar is. Ik denk zeker niet dat deze mythe waar is. Nee, nee. We gaan vandaag testen of we beter kunnen autorijden als we high zijn van wiet. We leggen daarvoor als team 2 keer een parcours af. 1 keer nuchter en 1 keer onder invloed. We worden door een rijinstructeur beoordeeld op onze reactiesnelheid, concentratie, oplettendheid en algehele rijstijl. Sommige mensen denken dat ze beter kunnen rijden als ze onder invloed zijn van cannabis. Ze voelen zich wat rustiger en hebben het idee dat ze dan wat beter kunnen focussen op de weg. Zit je haar goed? Ja. Ja? Oké, 1 team, 1 taak. Wie doet wat? Eén iemand moet gaan file parkeren en reageren en de ander moet achteruit gaan slalommen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk niet eens dat ik nuchter die slalom... Ja, ik denk wel dat ik die slalom, omdat ik dat goed kan. Ja? Dus dan moeten we omwisselen. Moeten we omwisselen, ja. Oké, dus ik moet gaan reageren en achteruit inparkeren. Ik weet ook niet of ik dat wel kan. Oh, daar gaat ze. Gassen, gassen, gassen. Oeh! Zo. Hé, hey, die was wel goed. Dit ging wel goed, of niet? Nou, dan mag je hem file parkeren. Oké, dit kan je... Zie je de pionnen? Nee, ik zie helemaal... Nee, wacht dan even totdat je de pionnen ziet. Gewoon goed. Oké, goed kijken. Dit zou je zo op de gracht in Amsterdam kunnen doen. Sta ik goed? Nou, dit is echt 10 punten. Dit heb je goed gedaan. Nou, dan nu mijn Nou stuk. Jij. Maar dit doe je nou een slalom achteruit. Ik denk dus echt in totaal dat ik bijna 160 autorijles heb gehad. Oh, jeetje, zoveel. Maar en daardoor kan ik nu echt alles voor mijn gevoel. Ja, ja, ja. Okay. Ja, gaat helemaal goed. En dan nu bijsturen. Juist hem, juist hem. Bijsturen, meer bijsturen, meer bijsturen, meer bijsturen. Ja, en dan rechthouden, 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 rechthouden. Ja, en dan nu rechtdoor, 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 rechtdoor. En weer bijdraaien. Oh, klein, oh. Wel klein pionnetje, maar die nemen we voor lief. En weer bijsturen, snel. Ja, kijk. Oh, daar gaat de groene ook. Ai. Nou, we staan wel stil, toch nu, denk ik. Zijn we klaar? Zo, nou Hans, tijd voor het oordeel. Zijn er tijdens het rijden nog dingen opgevallen? Iets bijzonders ergens gezien? Ik heb niks gezien. Ik was alleen maar met jou bezig ook. Oh, fuck, nu zie ik het daar. Op het, daar. Op het bushokje. Ja, dat heb ik niet gezien. We hebben het niet gezien. Nou, reactiesnelheid. Nou, die was goed, dus ja. Daar heb je 10 punten. Concentratie. Nice. Dat is een 7. Oh! Hoezo? Nou, als jullie wat minder met elkaar in gesprek gaan. Ja, maar Hans, nu doe je net alsof wij niet hebben lopen focussen op de pionnen. Terwijl ik Jurre elke keer aan het helpen was, juist. Ja, ja. Ja. Maar rij hij of rij jij? Zo pittig, Hans. Zo! En de rijstijl? Een rijstijl noemen we een 8. Een 8? Ja, dat wel.
Dat nou, dus dat is wel goed. Ja, dat is een lekkere nulmeting. Rijden onder invloed is strafbaar. Het Openbaar Ministerie kan je een maximale straf opleggen van 8200 euro boete of 3 maanden gevangenisstraf. Goed, ze liggen klaar. We hebben 2 maal wiet in de aanbieding, want we willen high worden. Mm-hmm. We hebben dus gekozen voor een sativa, want die gaat ons goed high maken. Dit is dus wel de eerste keer dat wij samen blowen. Zeker waar. Hebben we nog nooit gedaan. Nee, tik hem aan. Oké, laten we lekker gaan beginnen. Ja. Oké. Okay. En ik ga dus nu... Nietje? Oh, scherp! Scherp? Hoezo zo scherp? Ik kan er niks aan doen, hij is gewoon heel scherp. Oké, laten we even bespreken hoe het net is gedaan. Laten we het even doen, want... Op zich hebben we het niet zo slecht gedaan. We hebben een 10, een 7, een 0 en een 8. Nee, wat wel jammer is, is dat we dus niet hebben gezien waar we op moesten letten. Daar hebben we een 0 voor gekregen. Ja. Maar de rest is eigenlijk best wel goed. Reactiesnelheid was heel goed. Concentratie hebben we goed gedaan. En de rijstijl dus ook. Ja. Trouwens, uiteraard worden we ook sterk in de gaten gehouden door Mark. Daar zit hij. Ja. Het punt is bereikt. Dat zeg ik altijd. Ik denk dat we best wel high zijn. Dus dan is het tijd voor de test. Zeg het maar in het Engels. And now we go drive the car. Just. We zijn er klaar voor. Waar zit de handgreep van deze auto? Hé. Er zit geen greep. Jawel, daar. Bij de boom. Bij het raam, jongen. Hij was weg. Oh, dat doet helemaal niks. Maar voelt het nu alsof je heel high achter het stuur zit? Ja, het voelt alsof ik heel high achter het stuur zit. 3, 2, 1. Ja, kassen. Wow! Oh. Wow, dit deed jij wel snel. Dat ging oké. Okay. Dit deed jij wel snel. Oké, nu het achteruit inparkeren. Jij let op, hè, of je iets ziet of ja, zo. Oh ja, iets opmerkelijks. Iets opmerkelijks. Iets te scherp. Weet je wat? Ik doe het ervoor. Ja, ik dit doe is even, een... Even uitstappen. Even kijken. Even kijken. Wow. Oh, fuck. Wat? Ik heb het niet goed gedaan. Hoezo niet? Kijk nou. Stel dat dit een kleine baby was. Als dit een kleine baby was, dan was hij nog kleiner. Maar nu moet jij. Right. Op. Heb je iets gezien ook al? Ik denk dat daar wat hangt. Oh ja, daar ga ik naar kijken. Daar ga ik op letten. Goed. Oh, wat erg. Dat ging echt niet goed. Oké, daar gaan we. Waar ga je heen? Hier. Oh. Voor het zingen de kerk uit. Oké, en hier ga ik nu achteruit. Daardoor? Je moet naar rechts. Ja, zo ja. Rechtdoor nu. Maar ik zie niks. Naar rechts. Oh, mijn bek is wel droog. Nou, dit is wel echt een hele scherpe bocht. Ja, maar ja, je moet die slalom in zijn gewoon kut, man. Ja, juist hem. Ja, nu heb je ze gehaald. Nu moet je alleen nog achter. Alleen nog door die 2 gele en dan hebben we het gehaald. Yes! Oh my god, we made it! Nou, dit was echt een achtbaan. Oké, even eruit. Je ging uit het niets ging je in één keer naar die vrachtwagen toe. Daar schrok ik echt van. Ja! Daar schrok ik van. Maar daar stond iets op. Het waren tampons en er stond bij... Ja, I know. Ik weet niet meer wat het was. Wat stond erop? Wat was het nou? Sorry, maar even. Dit laatste stuk leek zo space. Ja, dat is echt ziek. Alsof we in een Tarantino-film zaten. Ja, het is... Dit weten we niet. We zijn er speciaal voor langs gereden. Het opmerkelijke weten we niet. Nee. Oké. 0 punten. Wat was het? Voor het zingen de... De kerk uit! Shit. Voor het zingen de kerk uit. Nou, was ik nooit op gekomen. En nooit een goed idee. Nee. Ook niet. Altijd een slecht idee. Je moet altijd in de kerk komen, hè Hans? Ja. Ja? Wat? Nou ja, ik niet. Als jij dat wil, dan mag jij dat doen hoor. Het is een heel gek gesprek. Ja. Zou je zo op de snelweg willen zitten? Nee, echt totaal niet. Ik zou echt niet op de snelweg willen zitten nu. Weet je hoe snel de snelweg gaat? Oh mijn god, ik zou dood gaan als dat nu zou moeten gebeuren. Nee. Over naar de uitslag. Op naar het oordeel. Dan gaan we vloeistoffen doen. Ja.
Onder invloed van cannabis voel je je ontspannen en chill. Je hebt het gevoel dat je daardoor misschien wat beter kan rijden. In de auto merk je dat dat best wel tegenvalt. En hierdoor kun je gaan overcompenseren, wat er juist voor zorgt dat je slechter gaat rijden. Oké, 3, 2, 1. Het is echt veel minder grappig dan ik dacht. Maar hoe voelde voor jou de wiet tijdens het autorijden? Zwaar. Ja, echt zwaar. Zwaar, toch? Het drukte echt zo op al mijn ledematen en op mijn zintuigen. En... Het voelt echt alsof je een zwaar lijf hebt, alsof je ogen een beetje zo dichtvallen. En ook alsof je gewoon heel raar doet. En alsof de hele wereld je uitlacht. Maar het hielp ook wel voor de beleving. De beleving van autorijden was nog nooit heel zo intens. Heel intens, ja. Het voelde echt als als een film. Het was mooi. En mijn bek is gewoon heel droog. Ja, mijn bek is echt heel droog. Zo droog. Zo. Maar de resultaten. De resultaten liggen hier. Ja. Hebben we het daadwerkelijk. Hoe vind je dat wij het hebben gedaan? Oké, reactiesnelheid hebben we een 8. Dat is minder dan dat we hadden. We kwamen van een 10. Concentratie is een 4. Dat is echt slecht. Maar ik vind het bijna lullig. Waarom zit je zo strak aan tafel? Gewoon omdat ik zo lekker zit. Kijk nou. Mag ik niet zo zitten? Oké, maar de tweede fase. Ja. Hoe hebben we dat gedaan? Oplettendheid een 5. Hey, want we zagen hem wel hangen. Dat is er vooruit gegaan. Dat is erop vooruit gegaan. Ja. En rijstijl een 5. Achteruit. Helaas, helaas. We hebben het niet beter gedaan. Ik denk wel dat we één ding zeker kunnen zeggen. En dat is dat de mythe... Je kan beter rijden als je high bent. Ik denk wel dat we één ding kunnen zeggen. En dat is dat de mythe... Je kan beter rijden als je high bent. Dat is een taai. Maar nu niet meer. Want deze mythe is officieel... Ja, negatieve test. Yes. Zo. De mythe, je kan beter autorijden als je high bent, is bij deze negatief getest. We hebben nu 7 mythes negatief en 6 mythes positief getest. Welke mythe zou jij graag getest willen zien? Laat het ons weten.